doos. Mm-hmm. Het is mij gegeven door een van mijn medewerkers, met wie ik dus echt in een oorlogsgebied heb gewerkt. We zaten daar dag en nacht. We wisten vaak niet eigenlijk wat er zou gebeuren de volgende dag. Dit is eigenlijk een doosje waar je gewoon zoetigheid in kan doen. Ik doe er toevallig wat sieraadjes in van de kinderen. Ik heb twee dochters. Die kregen bijvoorbeeld bij de geboorte wat gouden kettingjes en zo. Dat ken je misschien wel. Dat gebeurt vaak in het Midden-Oosten. Cultuur, precies. Ja. Dat bewaar je hierin. En iedereen heeft wel, denk ik, in zijn leven een doosje. En als je vaak verhuist, dan is een doosje een beetje deel van jou. Dus deze heb ik meegenomen. Het is ook een teken van respect aan al het Syrische vakmanschap. Wat mensen vaak hier in Nederland vergeten. Syrië heeft een rijke cultuur, een oude beschaving. En men ziet de Syriër vaak tegenwoordig als vluchteling, alsof het mensen zijn die niet uit een rijke beschaving komen. En die hebben ze wel. Dus ik heb het ook een beetje als teken van respect aan alle mensen meegenomen die alles hebben moeten achterlaten. Maar dit is ook hun identiteit. Ja,